Vier hele EP's gaat Weezer uitbrengen dit jaar, dus we kunnen maar meteen beginnen. Dit is de track review van de allereerste single, A Little Bit of Love. Het is weer Weezer season. Of moet ik zeggen, seasons. Zoals je misschien weet is de band van plan om vier EP's uit te brengen dit jaar. Eentje voor ieder seizoen. Vorig jaar bracht de band al twee albums uit, Van Weezer en OK Human. En dit jaar staan dus vier grote releases op de planning. Dat zijn dus nogal ambitieuze plannen voor één jaar. In eerste instantie was ik wel enthousiast over dit plan, over ieder seizoen zijn eigen EP. Maar ik merkte toch dat ik een beetje sceptisch werd. Ik was een beetje bang dat ieder seizoen dan zijn eigen muzikale gimmick zou krijgen, die dan een beetje oppervlakkig wordt uitgewerkt. Stiekem vond ik dat ook al het geval bij Van Weezer, een van de albums van vorig jaar, waarbij ze het hair metal glam rock sausje ja, niet heel overtuigend over de hele plaat konden uitgieten. Eerlijk is eerlijk, die nummers waren best leuk, maar heel veel diepgang zat er nou ook weer niet in. Maar ja, over die EP's valt natuurlijk nu nog weinig te zeggen. Waar we wel iets over kunnen zeggen is de single A Little Bit Of Love die nu is uitgekomen. A Little Bit Of Love is het eerste nummer van de spring EP, oftewel de lente EP, die op 20 maart uitkomt. En met dit nummer zet Weezer al wel een hele duidelijke toon neer door te openen met een ukulele en een mondharmonicaatje. Het is eigenlijk allemaal best wel gezellig. En meteen daarna begint het refrein. Wat al een beetje verraadt dat het een, ja, een beetje een volkachtige meestamper gaat worden, eigenlijk. En qua tekst gaat het nummer ook over de zon tegemoet lopen en je problemen achter je laten. Dus. Het thema van de lente komt er ook nog wel redelijk in terug, maar qua tekst en muziek ligt het allemaal wel redelijk binnen de lijntjes. Er zitten niet echt grote verrassingen in. De nadruk ligt echt op de muziek, op het meezingbare refreintje, op de woho's die we later in het nummer horen. Dus het gaat meer om het ja, overbrengen van het, het gezellige, het fijne gevoel. Naarmate het nummer vordert, wordt het ook lekker aangedikt met elektrische gitaren. Waardoor de ukulele en het mondharmonicaatje een beetje worden weggedrukt. Maar die komen aan het eind van het nummer ook weer terug. Wat ook wel fijn is voor de algehele dynamiek in het nummer. En als ik heel eerlijk ben, is dat ook eigenlijk een beetje alles wat ik over dit nummer te zeggen heb. Als we kijken naar Weezer van de afgelopen paar jaar. en je hoort dat ze een EP gaan uitbrengen met als thema de lente. Valt dit eigenlijk precies binnen het plaatje wat je had verwacht? Het nummer is niet heel uitbundig, de songwriting is ook niet complex, maar het is wel uplifting. Ben ik dan gerustgesteld dat deze EP's één groot gimmickfeestje gaan worden? Nee, nog niet, sorry. Maar met Weezer weet je het nooit en ik hoop dat ik dus heel erg ongelijk ga krijgen hierover. Wat vond jij van deze single? Laat het me weten, waar dan ook, en ik zie je bij de volgende. Dikke doei!